Tadić mist voor 2-0 en vlak daarna wordt het 1-1. Is dat een sleutelmoment in zo'n wedstrijd? Ja, dat is opperde. Ja. Dus ja, maar dat bepaalt duidelijk zo'n hele pot, toch? Ja, maar het kantelt de wedstrijd. En ik denk dat we de wedstrijd onder controle hadden. Even na een wat moeilijk begin, moesten even zien hoe ze speelden. Maar toen we dat één keer in controle hadden, hebben wij de wedstrijd naar onze hand gezet. Hebben wij de kansen gecreëerd, hebben we de 1-0 gemaakt. Met daarna grote kansen op 2-0. En dan praat ik niet alleen over het penalty moment, want ik denk dat we nog meer kansen gecreëerd Anthony, hebben. Anthony, Brobbie. Ja, nou, maar dat Brobbie was later. Brobbie was later, maar Anthony zeker 3 keer. Voor rust al 1 keer en na rust ook. Zo meerdere mogelijkheden. En dan is het bijzonder spijtig, ja, inderdaad, dat je zo'n penalty niet maakt. En vervolgens ook nog zo'n goal tegenkrijgt. Ja, dat is, zoals ik zeg, heel vervelend. Maar dat moeten we nemen zoals het is. En dan moet je verwerken en weer doorgaan. Vervelend. Sneu ook voor zo'n 21-jarige doelman. Dat hij een fout maakt, dat heeft iedereen gezien. Maar wat gaat er daarvoor dan al mis? Ja, die vrije trap mag daar ook niet ontstaan. He, dat is ook duidelijk dat het moment van balverlies daar, de overtreding zou terug moeten zien of die daar gemaakt moet worden. Of dat je daar ook in controle kunt blijven. Dus daar kan ik niet direct een antwoord op geven. Maar laat ik het zo zeggen, het was op dat moment totaal niet de gedachte dat wij maar een tegengoal zouden krijgen. Omdat wij de wedstrijd controleerden. En goed in de opbouw waren, goed in de pressing waren. Ja, en dan is het jammer dat het op deze manier tot stand komt. Heel even over dat moeizame begin wat je zei. Had dat te maken met toch een Romeinse muur? Want heel aanvallend was het niet. Nee. Moest je daardoor schakelen? Nee, want ik denk dat ze hadden 1 truc uit in hun balbezit. Waardoor wij niet altijd goed georganiseerd stonden, defensief. Maar toen we dat 1 keer in de grip hadden, denk ik dat wij de wedstrijd naar ons toe hebben getrokken. Wat deden ze dan? Ja, dat is tactisch. Hè. Ze brachten een speler in het middenveld. En die hadden wij natuurlijk moeten verdedigen. Ja. Dan wordt het 1-2. Je speelt wel een goede pot. Hoeveel vertrouwen heb je dan nog in ook in volgende week? Nou, wij hebben laten zien dat wij tegen deze tegenstander, dat wij minimaal op hetzelfde niveau kunnen acteren. En dat het zeer onnodig is om deze wedstrijd te verliezen. Maar dat hebben we gedaan. Dus je gaat met een hele slechte uitgangspositie naar Rome toe. Maar we weten ook dat het nog niet voorbij is. Want wij zijn in staat om zo'n wedstrijd te draaien. Als wij hetzelfde niveau halen als vanavond. En dan wel de kansen benutten die we vanavond hebben laten liggen. Ja, dan zit er nog wat in. Hoe vond je het gaan met Brobbie centraal en Tadić op links? Maar dat weten we al, dat het goed gaat. Maar ik denk dat we daarvoor hebben we kansen gecreëerd. Maar als we dan met Brobbie in de spits gaan spelen, ja, dan is de tegenstander toch in verwarring. Want ja, dan gaan er toch andere ruimtes ontstaan door hun loopacties. Omdat Brobbie nou eenmaal een andere spits is dan Tadić. Strijdbaar, denk ik, volgende week. Ja, maar uiteraard zijn we strijdbaar. Hè, want we hebben denk ik heel veel vertrouwen door de manier van spelen in de laatste weken, maar zeker ook vanavond.